gisteren was ik met Kiki ging naar de Hortus. Ja. Wij gingen vriend worden van de Hortus. Dat vond Kiki ook zo leuk. Kan je vriend worden van de Hortus? Ja. We gaan vriend worden van de Hortus. Dus dat zijn we geworden. Gaaf. Maar onderweg, dan fietsen we langs Artis. Ja. En bij Artis kon je vroeger altijd naar de flamingo's kijken. Uh-huh. En dat kan altijd, nog van buiten. Ja, ja, ja. Maar tegenwoordig kan je ook naar de capybara's kijken. Ah, de KPI-bara's. Ja, dat zijn een soort van hele grote cavia's. Ja. Dus we stonden er naar te kijken en toen kwam er een oude man met zijn vrouw. Die kwam naast ons staan en die gingen helemaal... Of die man, die was helemaal... Oh, capybara! Die was fan. Dus ik zo... Ik keek hem... blij aan. Ja. Toen ging hij uitleggen. Hij komt uit Brazilië, daar had hij een groot landgoed. Uh-huh. En daar lopen capybara's rond, gewoon in zijn tuin. Oh, dus wow. Als ik 's avonds ga wandelen, dan zie je capybara's. Dan loopt hij over de capybara. Oh, die leuk, lopen ja. daar rond. En die, maar dat zijn echt wel flinke beesten. Dat zijn geen, niet van die kleine... Nee, ze zijn groot, groot als een hondje of zo. Hè? Kleiner dan een labrador, ja. Groter dan een dekkel. Ja, een stuk groter. Ja. En maar bij hem in de tuin waren ze vies. En hier waren ze schoon. Ik vond het zo leuk. Dat was echt zo... Die man begon zomaar een leuk verhaal te vertellen. Ja. En toen gingen we weer weg. En daar zit helemaal geen moraal achter. Zo. Nee, meestal is zo'n verhaal, dan ga ik daarna iets anders ervan maken. Ja, precies. Ik had ja. zoiets, dat ga ik nu niet doen. Want het was gewoon tof. Ja. Ja, sinds de onderdrukking van mijn land, bla bla bla, dat kan nee, er hoor. Niet meer achteraan. Nee, ook niet, maar ik zelf kan er ook natuurlijk nog iets slechts van maken. Oh, ja, ja, ja. Ja, als in gevangenschap, dieren. Of, ja, of, precies, ja. Of, ja, nee, dat is ook niet wat je wil, joh. Nee, dat heb ik heel vaak, dat ik af en toe zo'n periode, dat meestal als het druk is, dat je denkt van, nou, ik wil eigenlijk 's ochtends en 's avonds wil ik alleen maar positieve indrukken. Ik luister dan ook een hele periode ook geen journaal of zeg maar hele simpele afleidende entertainment doe ik ook niet aan. Ja. Maar dan ga ik boeken lezen of zo, of boeken luisteren in mijn geval. Ja, ja, ja. Dat vind ik leuk. Ja. En meestal geen fictie, maar wel kennis. Dus vaak is het soort van onverdunde kennis een hele mooie... hele leuke manier om je palet schoon te maken. Ja. Maar even in... wijntermen. Maar goed, daar kan je dan ook weer wat negatiefs van maken. Hoop van die kennis gaat vaak over hoe dom we het nu doen. Of hoe slecht ja. we het doen en dat het allemaal beter moet. Dan gaat het ja, vaak bij mij gaat over. Het meestal om echt wetenschap. Gewoon wetenschap. Dus hoe werken dingen. En ja, dat is vaak heel neutraal. Heel, wetenschap zelf is... is niet evil of goed of weet ik veel nee. wat. Het is gewoon wat juist het is. Neutraal, ja, ja, ja. Het is een beschrijving van hoe dingen zich gedragen. Ja, ik vind, ja, wat ik zo tof vind aan wetenschap is hypotheses. Van, oh, nou, dit zou wel eens zo kunnen zijn. Ja. En dat er dan, is het niet de bedoeling om te bewijzen dat het zo is. Het is de bedoeling om te bewijzen of het zo is. Allebei de antwoorden is goed. Ja, precies, ja. Ja. En dat is... Bij niet-wetenschap is dat juist andersom altijd. Daar gaat het om, ik heb dit bedacht. Ik vind dat dat zo moet zijn. Dus dan ga ik er alles aan doen om... om het te bewijzen. Ja, ja, om ervoor te zorgen dat dat zo is. Zodat je er geld mee kan verdienen of wat ook. Ja, of whatever. Maar er worden een heleboel dingen die zijn ook... Als je dat heel wetenschappelijk aanpakt... En dat is de methode die Versiels net beschrijft. Of die jij net beschrijft, sorry. Ja. Die zorgt er ook heel vaak voor dat je gewoon iets ontdekt waar je niet naar op zoek was. Ja. Ik geloof dat de teflonlaag en zo en de klittenband, dat het allemaal dingen zijn die helemaal niet de bedoeling waren om uit te vinden. Maar ja, ja, ja. Gewoon zo, nou, mensen waren ergens mee bezig en er kwamen iets tegen van dat klit wel heel erg. Weet je wat, we gaan het klittenband noemen. Ik had het daar zei meneer Velcro over. Op serendipiteit overigens, dames en heren. Oh ja. Nou, ik had het daarover tijdens een babbeltje wat ik hield op het hoe heet dat? Beyond Tellerrand congres in Düsseldorf, waar ik was vorige week. Ja.
Was dat nou een dagje of zo? Of echt dat was 2 dagen.